Hartelijk welkom bij Top Theater Elburg. Wist u dat het vanavond 31 oktober is? Halloween. Het kan uw geluksavond zijn. Kom dan loten in de pauze voor de loterij na de voorstelling, want u kunt zomaar binnenkort afreizen naar het prachtige Newcastle. Of wordt het uw ergste nachtmerrie? In ieder geval, veel plezier bij Arsenicum en Oude Kant. Nee, juffrouw Antoinette, nee. Ik
zal het u maar ronduit zeggen. Ik bedoel zijn betreurenswaardige wijzigheden aan het toneel. Het toneel? Ach, wel nee, dominee, wel nee. Martine schrijft recensies voor de krant. Dat weet ik, juffrouw Antoinette, dat weet ik. Maar een toneelcriticus wordt constant blootgesteld aan het theater. En je weet het niet, straks gaat hij zich er nog voor interesseren. Oh, daar hoeft u bij Martinez niet bang voor te zijn, hoor. Hij heeft een bloedhekel aan toneel. U meent het? Ik meen het, ja. En dat is niet zo verwonderlijk ook. Ach, die jongen, die was zo in zijn nopjes, hè. Toen hij die baan kreeg bij de sportredactie, komt hij eindelijk eens ergens over schrijven waar hij echt goed in was. Tot ze dat verschrikkelijke nachtbrakersbaantje gaven. Het is me wat. Het is me zeker wat, dominee. Maar volgens Martinez duurt het niet lang meer, hoor. Nee, het toneel is op sterven na dood. En intussen verdient hij toch maar mooi een aardig centje. Oh, wie kan dat nou zijn? Wacht maar, Teddy. Ik ga wel. Ach, brigadier Koddebeien. Komt u binnen. Goedemiddag, juffrouw Brouwer. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Uit de kunst, juffrouw Brouwer. En wat voor nieuws heeft u mij te melden? Op het moment niks te rapporteren, kolonel. Uitstekend. Dank. Op de plaats. Rust. U kent dominee de Vries. Ja. Dag, dominee. Dag, brigadier. Ik ben even komen aanwaaien voor de spullen van de kerstactie, het speelgoed. Ach, ja. Ja, dat is fantastisch werk wat jullie doen, mensen. Oud speelgoed opknappen om kinderen ook met kerst wat te gunnen, hè? Ach, je moet wat doen als je zit er niks op het bureau. Mijn kaarten krijg je op de uur ook genoeg. Dat is waar. Oh, dat herinnert me één keer, Teddy. Ga jij eens even naar boven en haal die grote kartonnen doos van Matta's kamer, hè? Zo, en gaat het al een beetje beter met uw vader? Oh ja hoor, hij is alleen nog wat zwakjes. Ach, ik zou u een pannetje bouillon willen. Trouho! We hebben hem vanmorgen pas getrokken. Matta is net naar een oude stumper om een pannetje te brengen. Gaat u maar even zitten. Oh, ja. En verbaat u maar, hè? Ik ben zo terug. Dank u. Toen ik een wasnaar geplaatst werd en hiernaast kan wonen, was mijn vrouw ernstig ziek. In de laatste maanden voor haar overlijden en de periode na heb ik geleerd wat pure onbaatzuchtigheid en waarachtige naastliefdeberie kunnen. Kolonel, u had beloofd dat niet meer te doen. U weet toch als adjudant Marsman dat hoort? Ja, maar ik moet het kabinetsberaad bijeenroepen om toestemming te vragen voor het verlof van het roepen. Dominee, vroeger deed hij dat in het midden van de nacht. Hadden wij al die buren weer op ons. Ze zijn een beetje bang voor hem. Ach, hij doet geen vliegenmaats. Zijn vader, dat was een getroubleerd type. En hun vader, de grootvader van Teddy, de vader van de dametjes, dat was een of ander genie. Hij was een kwakzalver en ontwikkelde nieuwe medicijnen. Dit hier was zijn kliniek. En die medicijnen testte hij dan op menselijke proefpersonen. Ik heb wel eens gehoord dat dat niet altijd even vlekkeloos is gegaan. Het is niet waar. Nou ja, wat die monniken mogen hebben uitgespookt, hij heeft gelukkig de dames hier goed verzorgd achtergelaten. En die niet? Och, Teddy. Nou, kijk eens aan. Is me dat even een leuke verrassing? Dag, juffrouw Brouwer. Hoe maakt het, brigadier Koddebeien? Prima, ik ben even aankomen waaien voor het spullen van de kersttaxi. Oh ja, Teddy's leger en vloot. Ze zijn versleten. Alles staat ingepakt. Ja, hij is al aan het optrommelen, maar ik weet, het kabinet zal eerst een fiat moeten geven. Ja, dat spreekt vanzelf. Ik hoop dat uw vader zich weer wat beter voelt. Oh ja hoor, hij is alleen wat zwakjes. Uw zuster had net een pannetje bouillon voor hem. Ik heb net een pannetje bij een oude stumper gebracht die zowat al zijn botten gebroken heeft. Ach, Martha, daar was je. En hoe was het met meneer de Groot? Nou, lieverd, ik geloof dat het behoorlijk ernstig is. De dokter was er. Hij gaat morgen amputeren. Oh, mogen we erbij zijn? Nee.
Ik heb het hem gevraagd, maar hij zegt dat het tegen de regels is. Ach. Jullie zouden toch niet van dienst kunnen zijn. En bovendien moet u een beetje op jezelf letten. En kijk eens, brigadier. En eerst lekker opwarmen, hoor. Dat zal ik doen, juffrouw. Is dat het speelgoed? Ja. Oh, laat zien. Ach, prachtig. Er zullen een hoop kinderen veel plezier aan beleven. Kijk nou. Dat jochie van Kampinga is helemaal mijn sjoggel van soldaten. Ja, dat is generaal Miles. Die heb ik met vroeg pensioen gestuurd. Nou, ik moet er weer vandoor. Ik moet me melden bij adjudant Marsman. Dank u wel. Dag. Tot ziens hoor. Dag. Zo, ik ga er ook weer vandoor. Oh, doe meneer. Voordat u weggaat. Bravo! Doe van de Fransen! De Fransen? Ach ja, de trap is altijd de piramides van Austerlitz. Oh. Goed, zou u er willen voor zorgen dat hij deze papieren ondertekent? Oh, wat is dat? Ach, dominee de Vries heeft alles in orde gemaakt voor als wij komen te overlijden. Dat Teddy naar het sanatorium de Grazige Weide kan. Maar waarom zou Teddy daar nu over tekenen? Het is beter dat alles is geregeld. Als die plotseling komt overlijden, dan zouden we Teddy misschien mogelijk niet kunnen overhalen om uit eigen beweging te gaan. En dat zou minder plezierige wettelijke procedure kunnen betekenen. Dr. De Wit is op de hoogte dat de papieren in het archief bewaard worden tot de tijd rijp is om ze te gebruiken. Dr. De Wit? Wie is dat nu weer? Hij is geneesheer en directeur van Grazige Weide. Ja, en dominee de Vries komt morgen of overmorgen even met hem langs om kennis te maken met Teddy. Goed, ik moet nu opschieten, anders komt Helene halen, hè? Oh ja. Bedankt voor de dingen, tot ziens. Doet u de groeten aan Helene, hè? En oordeelt u niet te streng over Martinus, omdat het toneelcriticus is. Iemand zal die rotklusjes toch op moeten knappen. Heb je nu pas thee gedronken? Beetje laat, vind je niet? Ja, lieve, dat klopt. En met het avondeten zal het ook wat later worden. Hoezo? Waarom? Oh, Teddy, goed nieuws voor je. Je wordt uitgezonden naar het Panama om verder te graven aan het kanaal. Oh, super, Mieters. Gewoon weg, Mieters. Ik ga me meteen voorbereiden tonight. Trouwel! Want wat net, terwijl ik de deur uit was. Ja, het spijt me, lieverd. Ik kon niet anders. Ik wist niet wanneer je terug zou komen. En bovendien kon dominee de Vries elk moment hier zijn. Maar helemaal in je eentje. Oh, dat ging best hoor. Oh, ik ga gauw even beneden. Nee, lieverd, nee. Ik was helemaal alleen. En daar had ik geen tijd voor. Maar, wat dan? En kijk maar eens even in de vensterbank. Dat is Eileen. Dag, tante Let. Dag, Eileen, liefje. Dag, tante Marta. Oh, ik dacht dat vader hier was. Nee, hij is net weg. Ben je hem niet tegengekomen? Nee, ik ben even binnen doorgegaan over het kerkhof. Is Martinus er nog niet? Nee, die is er nog niet, nee. Ik had hem met hem afgesproken. Vindt u het dan goed als ik op hem wacht? Maar natuurlijk, liefje. Och, en wat moet je dan niet van ons denken, zeg Eileen. Dat wij op dit tijdstip de theepoel nog op tafel hebben. Hè? En laat alles nou gaan staan in de keuken, hè, tot Martinus komt. Oh ja, dan help ik je daarna wel. Dat is goed, lieve. Dat is hij goed. Hij kan elk moment hier zijn. Ja, vader zal wel verbaasd zijn wat hij met die thuis trof. Ik denk dat ik nog even snel terug ga om wel rustig te zeggen. Ja, wat zonde nou dat je het net gemist hebt. Ja, wilt u tegen Martine zeggen dat ik zo weer terug ben? Oh ja. Oh, nee. Dag Helene. Dag tante Marta. Oh, Antoinette. Martinus is er. Ging je ergens heen? Nee, ik ging gewoon even snel naar vader om te zeggen dat hij bij mij blijft. Oh, doet hij dat nog steeds? Wat ontzettend ouderwets, hè? Ach, dag Martinus. Ach, dag tante Antoinette. En, lieve jongen. Hoe gaat het met je? Ja, prima. En u ziet er ook goed uit. U bent niet veel veranderd sinds gisteren. Oh, ja, dat is waar hoor.
de laatste tijd, hè? Maar gezellig, hoor. Ga zitten, ga zitten. Antoinette? Ja? Moesten wij niet nog iets in de keuken doen? Nou, ik niet, lieve. Ik niet. Je weet wel, de tafel en zo. De tafel en zo. Ach, natuurlijk. De tafel en zo. Nou, dan laat ik jullie tweeën maar even alleen, hè? Toch net of je thuis bent, hoor. Doe maar net of je thuis bent. Precies, ja. Doodonger. En wat? Nou, dat was gewoon duidelijk hint wie je tante is. Oh ja, ja natuurlijk, ja, super bepaald subtiel. Maakt toch helemaal niet uit? Zeg maar, wil je straks gaan eten? Maakt het niet uit, ik heb toch geen trek. Ja, en ik heb eigenlijk net ontbeten. Nou, weet je wat we kunnen doen? We kunnen nog even gaan souperen na de voorstelling. Nou, dan wordt het toch wel erg laat. Nou, niet met dat stuk waar wij vanavond naartoe moeten. Wat dan? Met wat ik ervan heb begrepen, staan we om 9:30 alweer buiten. Is het dan al afgelopen? Nee, schat, dan is het pauze. Nou, je moet die stukken wel een kans geven hoor, Martinus. Dan geef ik die stukken mij ooit een kans? Ik heb nog nooit al overwege weggelopen bij een musical. Oh, ja, die musical gaat niet door. Wat? Nee, oh, wist je dat niet? Nee, hij is uitgesteld. Ach, lieverd, je weet hoe het gaat met musicals. Die worden altijd 3 keer uitgesteld, veranderen 4 keer van titel. Ik had me juist zo verheugd op een musical. Wat ben jij soms toch oppervlakkig? Helemaal niet. Musicals maken jou in ieder geval een stuk aantrekkelijker. Hoezo? Nou, na een comedy of na zo'n leuk stuk, ben je niet zo'n droogkloot als na zo'n serieus drama. Na zo'n ernstig stuk moeten we altijd terug in de metro, omdat we dan tussen het gewone volk in moeten zitten. Wat bedoel je daar nou weer mee? Nou, vorige week nog. Bij dat stuk al die vrouw die kinderen in stukken hakte. Medea? Ja, die ja. Daarna sleurde hij me mee naar een van de duistere café, waarmee ik een zwaarlichtige lezing kreeg over symbolische lagen en metaforen. Dat is helemaal niet waar. Ik heb alleen je geprobeerd het regieconcept uit te leggen aan de hand van de innerlijke drijfveer. Oh ja, inderdaad. Achteraf zei hij wel dat ik innerlijke schoonheid bezat. Maar daar moest ik het mee doen. Maar dat is voor een vrouw toch ook een prachtig compliment? Ja, maar de vorige keer zei je dat ik mooie benen bezat. Maar die heb je toch ook? Ja, je trakteerde op champagne en je versierde me een stuk door in de taxi. Wat ik geneerde me dom voor die taxichauffeur. Maar goed, dat was tenminste wel op binnen. Voor een domineesdochter vind ik wel dat jij heel veel weet van het leven. Waar heb je dat allemaal geleerd? In de koorbanken. Oh, ik wist het wel. Ik wist wel dat er een nauwe relatie bestond tussen religie en erotiek. Oh, de enige manier om niet heel snel mijn zelfrespect te verliezen is door zo snel mogelijk met jou te trouwen. Nou, ik kan me nog best een paar jaartjes fatsoenlijk houden hoor. Ja, maar ik niet. Wat dacht je van vanavond? Wat? Trouwen. Oh, vader zou erop staan om ons huwelijk in te zegelen. Hebba, nee. Ik weet zeker dat jouw vader zelfs van een trouwerij een saaie bedoeling weet te maken. Oh, nou doe je het weer. Je geeft weer je mening. Hier hoef je toch geen recensie over te schrijven? Sorry schat, beroepsdeformatie. Nou weet je wat, misschien krijgt dat stuk vanavond dan toch nog een aardige recensie van. Oh, hou je zoveel van? Als jij nou maar tegen je vader vertelt dat hij lekker op tijd naar bed toe gaat. Ik denk eerst dat ik tegen mijn vader zeg vooral op te blijven. Luister Martinus, we doen alles netjes volgens het boekje. Ja, vooruit. Maar dan nog wel deze maand, oké? Okay? Zeg maar, nog even. Ja, is goed. Ik ga straks naar vader en dan prik ik meteen in datum. Oh, nou wacht eigenlijk toch maar even. November is première maand. Ik moet even kijken welke producties er komen. Martinus! Meneer de president! Hoe maakt u het? Meters, dank je. En hij wordt meters. Wat voor nieuws had jouw maand gemelden? Slechts dit, meneer de president. Het hele land staat als één man vierkant achter u. Dat waait er. Hij zegt niks kletterend. Maar ik moet er weer vandoor. Arvan! Waar ga je naartoe, Teddy? Naar Panama! Ja, Panama is in de kelder. Hij graaft er een kanaal. Oh, je bent altijd zo lief voor hem. Hij is ook echt dol op jou. Ja, Teddy is altijd al mijn favoriete broer geweest. Favoriete broer? Zijn er meer van jouw soort? Ja, ik heb nog één broer. Johan. Oh, nooit geweten. Nou, we praten ook liever niet zo over Johan. Hij is vertrokken uit Wassenaar toen hij nog heel jong was. Op verzoek, nota bene. Ja, Johan is het soort jongen dat het leuk vindt om te kijken hoe hamsters reageren op een badje zoutzuur. Wat is er van hem terechtgekomen? Nee, dat weet ik niet. Hij wilde chirurg worden. Ja, dat was het net als grootvader. Maar hij had geen zin om naar de universiteit te gaan. Hij zou het wel in de praktijk leren, zei hij altijd. Komen jullie niet te laat voor een voorstelling? Oh nee, we slaan het diner over, tante Antoinette. We hoeven pas over een half uurtje weg. Oh. Nou, oh. Dan laat ik jullie maar weer even. Nee, ik ga nog wel even snel naar mijn vader. Hij wil altijd nog even met me bidden voordat ik met jou uitga. Oh,
Ik vlieg even zo snel over het kerkhof. Ik ben zo terug. Ja, en als je vader dat gebed nou niet al te lang maakt, kunnen wij daarna nog wat water in wijn veranderen. Oeh. Sinus, dat is voor het eerst dat ik jou uit de Bijbel hoor citeren. Ik wist wel dat Helene een goede invloed op jou had. Ja, precies. En daarom hebben we ook besloten om te gaan trouwen. Trouwen? Ja. Trouwen, zei je? Ja. Oh, lieve jongen, dat meen je niet. Ja. Oh, Martha, Martha, kom eens gauw hier. Ik heb een heerlijk nieuws te vertellen. Oh, Helene en Martinus gaan trouwen. Trouwen? Ja. Oh, Martinus. En we hebben het altijd zo gehoopt, hè? Oh, nee, ik moet de gelukkigste vrouw van de wereld zijn. Dat is... Gelukkig? Ach, wat heet. Moet u eens kijken hoe ze daar over die grasstenen heen dartelt. Wat is dat? Wat is wat? Dat daar, dat standbeeld. Dat is de Horendine da Canina. Oh, wel nee, lieve jongen. Dat is Emma Stout, die ten hemel vaart. Nou ja, op mevrouw Stouts linkeroor dan, die vogel. Ja, dat is een roodgestreepte zwaluw. Oh, die ken ik alleen maar van foto's. Ik snap niet hoe jij aan vogels kunt denken. Je hebt je net verloofd. Oh, Thoreau was er ook dol op. Weet u wel, die Amerikaanse filosoof over wie ik een boek schrijf? Wat zijn zulke mooie beesten. Oh, Thoreau, dat doet me eraan denken. Ik heb hier vorige week een envelop laten liggen met het eerste hoofdstuk van mijn boek. Hebt u dat ergens gezien hier? Als je hem hier hebt gelaten, moet hij hier nog zijn. Ik snap er niks van. Elaine vond het ook al zo'n briljant hoofdstuk. Waar heb ik het nou toch gelaten? Vertel eens iets meer over Elaine. Ik bedoel, jullie, wat zijn jullie plannen? Ik bedoel, je kunt toch wel iets meer vertellen over Elaine? Ja, ze... Wanneer gaan jullie trouwen bijvoorbeeld? Nou, binnenkort in ieder geval. Waar heb ik het nou toch gelaten? Nou, en ik vind echt dat we het moeten vieren, Martha. Vind je niet? Als Elaine terugkomt, dan vind ik toch echt dat we een flesje wijn moeten opentrekken. Om te proosten. Heb jij nog wat van die vlieger? Best er niet over. Oh ja. Dan trek ik een flesje wijn open. Oh, en dan te bedenken dat het in ons huis is gebeurd. Oh, Martinus. Ik hoop dat jij vanavond nou eens echt onbezorgd kunt genieten. Met je verloofde van het toneelstuk. Misschien is het wel iets romantisch. Hoe heet het eigenlijk? Moord breekt wet. Oh, bah! Nou, ik weet al precies wat voor soort stuk het is, hoor. Echt zo'n 13 in een dozijn thriller. Als het boek open gaat, dan is het eerste wat de mensen zien een lijk. Wat is er nou toch met jou? Wat heb jij ineens tegen Teddy? Je
Ach, lieve schat, u komt er toch een keer achter. Ik kan het maar gelijk meteen zeggen. Teddy heeft een man vermoord. Onzin, lieve jongen. Nee, er ligt een lijk in de vensterbank. Ja, dat weten we. Dat weet u? Ja, dat hebben we met de anderen ook gedaan. Dat weet u. Dat weet u. En je moet het gelijk weer vergeten. Vergeten? Ik was dat ik die meneer daar ooit heb zien liggen. Vergeten? Maar... vergeten? Wie is dat dan? Dat is, meneer, Hoskins. Adam Hoskins. Dat is alles wat ik van hem weet. Oh, en dat hij doopsgezind is. Was. Doopsgezind? Ja, oh. Doopsgezind, en dat is alles wat u van die man weet. Maar, wie, hoe, wat is er gebeurd? Hoe komt hij daar? Hij is overleden. Ja. Ja, tante Antoinette, tante Martha, dan begrijp ik dat hij overleden is. Mensen kruipen doorgaans niet in een vensterbak om daar dood te gaan. Nee, dat klopt. Hij is eerst overleden. Ja, maar hoe dan toch? Hé, lieve jongen, wees dan zo niet zo nieuwsgierig. Hij is overleden omdat hij wijn dronk. Wel vergif in zat. Maar hoe kwam dat vergif dan in die wijn? Nou, wij doen het in de wijn. Ja, dan valt het minder op. Als je het in de thee doet, ga je het ruiken. U doet het in de wijn? Ja, ja, ja. En ik heb meneer Hoskins in de vensterbank gelegd. Omdat dominee de Vries op visite kwam. Dus u wist wat u deed? U wilde niet dat dominee de Vries het lichaam zou zien? Wel, nee, lieve jongen. Niet bij de thee. Dat zou wel heel erg onbeleefd zijn. Nou weet je alles, hè? En vergeet het maar weer gauw. Ik vind echt dat Martha en ik recht hebben op onze eigen kleine geheimpjes. En niet aan Helene verklappen, hoor. Hallo, kunstredactie. Geef me Wim. Wim, met Martinus. Luister. Jij moet iets voor mij doen. Jij moet zorgen dat je Sjors te pakken krijgt. Sjors die moet voor mij vanavond naar dat toneelstuk. Ik kan vanavond absoluut niet. Nee, Wim, stil, wacht. Ik kan vanavond niet naar dat toneelstuk en daarmee basta. Je moet Sjors voor me sturen. Ja, ik ben chef van die afdeling. Ik kan dat toch zelf bepalen. Hoe dan ook, je ziet maar dat je hem te pakken krijgt. Ja, bedankt. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we waaraan doen, lieve jongen? Daar ligt een lijk in. Ja, meneer Hoskins. Ja. Allemachtig, tante Antoinette. Ik kan u toch niet aangeven bij de politie? Wat moet ik dan? Nou, jongen, om te beginnen je niet zo opwinden. Precies. En we hebben...